Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Popcorner Breda. Bram, ja, leuk dat je bij ons in de uitzending zit, want jij hebt een eigen studio begrepen, hè? Studio Solo. Ja. Wat is dat precies? Ik heb voornamelijk een productieruimte en ik werk samen met de jongens van Abroad. En we zitten in de Faam. En Abroad heeft daar twee repetitieruimtes en control room gebouwd. En ik ben iets meer dan een jaar geleden met hen gaan samenwerken. Heb mijn productie ook daar ook gebouwd en nu hebben we echt een grote muziekplek gecreëerd daar. Heel tof. Ja. Het draait allemaal om de chemie. Magie en het plezier wat mensen hebben. Iets te kort door de bocht, denk ik. Dat is wel heel belangrijk. Als je professioneel met je vak bezig bent, dan komt daar iets bij. En dat is denk ik, dat vind ik de vergelijking met fotografie wel mooi. Een amateurfotograaf die is heel goed om mooie foto's te maken op het moment dat hij er is. En een professionele fotograaf weet van tevoren wat hij wil laten zien en kan dat dan ook reproduceren. En ik denk dat daar ons stukje in zit, dat wij mee kunnen nadenken met de artiest van wat willen we laten horen en hoe en wat wil je daarmee zeggen. En dat we dat dan ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Dat is, en dan komt daar de chemie en de magie en plezier ook bij. Nou, dankjewel voor je komst, Bram. Ja, en dan schakelen wij over naar beneden waar Sessie Bon klaar staat. Ja, we staan hier bij Sessie Bon nu en ja, zo te zien zitten ze er al helemaal klaar voor. Tessa, wat is het eerste nummer dat jullie gaan spelen? Het eerste nummer dat wij gaan spelen heet Song Do Tom. En wordt ook gespeeld in de film The Titanic, terwijl de Titanic zingt. Ik wens jullie heel veel plezier. Popronde jullie als band? Ja, Popronde is een hele mooie manier om in een hele korte tijd vrij veel shows te krijgen. Want we hebben nu in de afgelopen 2,5 maand, denk ik, 15 of 17 keer gespeeld. Met Popronde en dan nog een paar erbuiten. En dan dat is een hoeveelheid gigs waar we normaliter niet aankomen in zo'n korte tijd. Dus dat is wat dat betreft, je hebt veel meer exposure dan anders. Dus veel meer mensen zien je en je komt op veel meer plekken.
En wat zijn de reacties van het publiek? Het verschilt heel erg, per locatie ook. We hebben een paar hele intieme optredens gedaan. Dat was heel tof. We hebben een keer in een museumkapel gestaan. En dan staat iedereen echt op je lip. En dan luistert iedereen naar elk klein dingetje. En dan zijn mensen echt, die zijn helemaal overdonderd. En dat is heel tof. En dan die spreek je ook echt aan en zo. En soms dan is het meer, ja, het verschilt heel erg eigenlijk per gig. Wat we hebben, ja. Het is elke keer anders. Vanavond was heel leuk, want toen gingen echt mensen dansen en zo. Terwijl eigenlijk redelijk zachte muziek maken. Dat was voor ons heel bijzonder. Sessie Bol, leuk dat jullie bij ons te gast zijn. Ik moet jullie wel één dingetje bekennen. Ik heb heel lang Frans gehad, maar mijn Frans is eigenlijk niet zo goed, dus ja, wat betekent het? Ja, mijn Frans is ook niet zo goed. Nee, Sessie Bol betekent, het is hier goed. Volgens mij toch? Het is hier goed. Ja, het is goed. Het is hier goed, zo van, fijn, ja, gewoon goede sfeer, zeg maar. Weet je, dat is het idee van, het is hier goed. Ja, hoe zijn jullie op het idee gekomen dan, om gewoon die naam te geven aan de band? Ook omdat dat deze muziekstijl oorsprong in Frankrijk vindt. En heel veel mensen die weten dat niet. Dus we dachten, als we dan ook een Franse naam nemen, dan hebben mensen snel van, oh ja, het is inderdaad Franse muziek. Dan weten ze dat. Tessa, jullie kwamen eigenlijk allemaal uit Breda, behalve jij. Jij kwam uit Papendrecht. Ja. Ja, hoe ben je dan bij hun terechtgekomen? Nou ja, ik werd op een gegeven moment gevraagd om een keer in te vallen. En ik ken Hans al heel erg lang. Wij speelden 30 jaar geleden al met elkaar. Dus zo hebben ze me weten te vinden. Ja. Ze zijn als trio begonnen. En toen is later Nathan bijgekomen. Ja, en Lex, ja, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Tessa en ik, wij spelen deze muziek al heel lang samen. We deden dat al een paar jaar. Toen zijn we naar Breda verhuisd. En op een gegeven moment had iemand ons geadviseerd van, er woont in Breda een bassist die ook heel fanatiek is in deze muziek. Nou, dat was Hans. En daar hebben we een tijdje mee gespeeld, veel mee opgetreden. En echt bij toeval kwamen we op een gegeven moment Nathan, kwam een keer met ons meespelen. En dat klikte meteen. Dus, En sindsdien zijn we een kwartet. Ja, en waar treden jullie normaal op? Dingen zoals privéfeesten, cafés, maar ook in schouwburgen, dat soort dingen. Festivals. Ja. We hebben vorig jaar met een heel groot orkest ook gespeeld. Die hadden echt speciaal nummers gecomponeerd voor ons. Dus dat was nogal indrukwekkend, een heel orkest achter ons in een groot schouwburg. Dus we doen hele verschillende dingen. Ja. Ik ga Nathan. Wat is voor jou je ultieme droom? Nou ja, gezond oud worden. Maar ook, ja, je bedoelt natuurlijk met de muziek. Dus dat we, gewoon wat grotere podia gaan spelen. En dat de kwaliteit nog meer omhoog gaat door lekker te spelen. En dat we dat nog lang mogen doen, dat is eigenlijk mijn droom. Hans, als ik jou vraag, zouden jullie internationaal willen gaan? Zou je dat dan doen? Jo. En wat zou voor jou een favoriete bestemming zijn om op te mogen treden? Zeg maar een land. Nou, in 1995 en 1997 hebben we met Ghost Note op het Tulip Festival gespeeld in Montreal. Ottawa, Canada. Dat zou ik graag nog eens meemaken. Dat was heel leuk. Ja, wat was daar het leukste aan? Het leukste was misschien wel dat maakt er niet uit wat je deed, ze vonden het altijd goed. En dat komt omdat wij heel Europees zijn. Wij maken Europese muziek in feite. En dat vonden die Canadezen wel heel speciaal. Ja. Het is natuurlijk een mix met Amerikaanse jazz. Maar er zit heel veel, zeker die zigeunernummers, dat is puur Europese. En dat kennen die Canadezen helemaal niet. Die vonden het prachtig. Van hoor, natuurlijk. Ja, wat je ook deed, het was altijd applaus. Ja, maar dat is toch ideaal? Ja, dat was gewoon heel goed ideaal. En we zijn daar heel goed ontvangen en dat zou ik nog eens een keer mee willen maken. Ja. En we gaan zo meteen nog naar één nummer van jullie luisteren. Ik vond het best wel moeilijk om uit te spreken, het was Leeuwerik. Ja, dat is Roemeens, Chocarlia.
En dat, ja, dat betekent leeuwerik. Dus dat is echt een... de kroonjuweel, zal ik maar zeggen, uit de zigeunermuziek. En daar zitten allerlei vogelgeluidjes in. Ja, dat zijn straks wel horen. Ja. Nou, dankjewel, dan gaan we daar zo meteen naar luisteren. Ja, en dan schakelen wij nu over naar de Popdokter. Dit keer in de Popdokter gaat het over gypsymuziek. Het meest bekende voorbeeld in Nederland is natuurlijk het Rosenberg Trio. Ze waren vooral bekend in de jaren 90, maar in 2009 keerden zij nog even terug in de aandacht door hun samenwerking met Django Wacker op zijn nummer Kylie. Ook de Belgische Django Reinhardt werd in de eerste helft van de 20e eeuw wereldberoemd met zijn gypsy jazz. Tot vandaag heeft hij nog steeds een grote invloed op gitaristen in alle genres. Reinhardt speelde vaak samen met Stephen Grappelli, een van de grootste jazzviolisten aller tijden. Grappelli ontving in 1997 een Grammy Lifetime Achievement Award voor zijn invloed op de jazzmuziek. In de jaren 30 was Charles Christian een van de meest eerste artiesten die optrad met een elektrische gitaar. Dit moment heeft vooral Rhythm Future Quartet Farm in het genre. Ze hebben als doel om Gypsy Jazz levend te houden en wat meer op de kaart te zetten. Nou, beste kijkers, dit was het alweer, Onstage. Bedankt voor het kijken en heb jij ook een muzikaal talent? Stuur even een mailtje naar het onderstaande e-mailadres en misschien dat we jou in de volgende uitzending wel terugzien. Nogmaals bedankt voor het kijken en we gaan er nog één keer uit met het prachtige nummer van Sessie Mol. En welk nummer gaat het worden? Dat is Chocarlia en dat betekent de leverik. Dat is echt een zigeunennummer. Nou, geniet er heel erg van. Ja, dankjewel.
programma werd mede mogelijk gemaakt door Popcorner Breda. Breda Nu. Je weet het meteen.